Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M. Jezus. Filmscènes zijn soms zo episch of ongeloofwaardig dat je je afvraagt, kan dit wel? De gierige gasten gaan voor jou de meest bizarre, extreme en ronduit belachelijke experimenten aan om dit uit te zoeken. En dat doen ze voor jou, zodat jij het niet hoeft te doen. Zijn we, jongens, voor de tweede aflevering. Ik ben heel benieuwd wat het deze week gaat worden. We gaan samen weer met M&M's gaan we filmbusten. Ja. Wat hoop je? Dat we weer iets illegaals gaan doen. Echt? Ja. Ja, ik was ook wel goed in vorige week, hè? Ja, was heel goed. Oh, het is jouw portemonnee. Oh nee, heb je die gewoon in mijn eigen huis gestolen? Klopt. Ziek. Ja. Ik doe het weer terug, want ik vind het gewoon heel lekker om met mijn warme billetjes op jouw portemonnee te zitten. Zullen we gelijk kijken wat we deze week moeten doen? Ja. Hier, nieuwe film. Mission Impossible is een filmserie waarvan 6 delen zijn verschenen. Tom Cruise is de hoofdrolspeler in deze filmreeks. In de scène die jullie vandaag gaan proberen te busten, moet Tom Cruise een pasje vervangen in een gigantische kluis die onder water staat. Voor deze Mission Impossible moet Cruise 6 minuten lang zijn adem inhouden terwijl hij een chip probeert te vervangen. De vraag is, lukt het jullie om 6 minuten je adem in te houden en ook nog eens een aantal opdrachten uit te voeren? Ik kan nog niet meer! Maar ja, ze zeggen het al toch, Mission Impossible. Maar wij gaan toch even kijken of het kan. 6 minuten lang je adem inhouden. Misschien kan je het wel daadwerkelijk omhoog krikken. Maar goed, dat gaan we onderzoeken. Ik zie dat jij prachtig water hier hebt, Martijn. Ja. Voor je deur. Ik mag even een zwembroek voor jou lenen en dan gaan we gewoon. Ik heb niet eens een eigen zwembroek. Oh, maar Joost had van die wetsuits gekregen, omdat het zo ontzettend koud is. Oh ja, klopt. We pakken er even 3 wetsuits bij en dan gaan we even een duikje nemen. Even kijken hoe lang we dit kunnen. Nou, september, hè? September. Vrij koud is. Het gaat niet zozeer om het zwemmen, het gaat om je adem inhouden. Ja. Dat gaan we nu testen. En dat moet onder water gebeuren. Dus wellicht moeten we gewoon even een nulmeting creëren, want hierna gaan we echt trainen. Dus ik denk dat we een timer nodig hebben. Nee. Joost? Ja hoor, ik ga al zeggen. Oké, Joost, ik ben heel benieuwd hoe lang jij dit gaat volhouden. Ik ook. Ik zie jullie over 6 minuten. Het was koud. 3, 2, 1, go! Even een reddingsboei. Hij stijgt bijna op. Gaat hij weer? 18. Oh, oh, nieuw record! 21 ik seconden. Ik moet oprecht, ik moet gewoon lachen. Wat een jas. Hier is koud. En hier is dat. Oké, 3, 2, 1, go! Het is wel alsof je een doodlichaam kruipt. Jezus, wat is er mis erbij? 17 seconden. Martijn's nulmeting staat op 17 seconden. Die van Joost, jij? Jammer. 21. 21 seconden. Dat is de time to beat. Ik ben heel benieuwd hoe mijn longetjes Ik mag hopen dat je er overheen gaat. Oké, daar gaan we. Ah, typescoop! Ja. Ja, mijn pak is ook open, mijn ziel is. Ik denk dat je een kans maakt. 21 seconden wordt lastig, maar als je echt je best doet, dan moet het kunnen hoor. In 3, 2, 1, start. Klopt, Nederlands. Lekker nieuws, 10 seconden heb je nu gehaald. Lekker, jongen. Oh, dat gaat over mijn tijd heen. Nee, oh, de 17 gepasseerd. Hij heeft mijn gebied. Hij heeft de 21 gepasseerd. Niels, nu lijken wij echt heel triest. Kun je hem? Yes. Hoe kan dit zo moeilijk zijn? 25 seconden. 25 seconden, ouwe. Ik zag mijn hele leven voorbij flitsen. Ja, jij kan het toch het allerbeste van ons drie, hè? 25 seconden. Maar ik vind het shocking, want toen ik klein was, leek het altijd in het zwembad. En toen haalde ik gewoon dik 2 minuten. We hebben nog 5,5 minuten ongeveer om te verslaan. Wat extra boven moet komen. Eitje. Telt cumulatief ook? Nee. Dat wou ik ook. Ja. Nee, we hebben gewoon wel echt de hulp nodig van een expert.
hoe je dit zo lang mogelijk vol gaat houden. Help ons. We zijn echt kansloos. Ja. Woehoe. We staan in Speurt. We gaan hier professionele freedive training krijgen. Maar dat helaas wel zonder Martijn. Ja, Martijn heeft een klein koutje gevat in het ei. We hebben wel twee grote experts, hè? Want wie zijn jullie? Ik ben Rinse. Ah, jij bent voor de veiligheid. Dus als het helemaal fout gaat, wij verdrinken, dan kom jij ons reanimeren? Als het moet, kom ik je reanimeren. Wat is het allerergste wat kan gebeuren? Maar het ergste wat fout kan gaan, dat is dat jij de signalen in je hersenen negeert. En zo lang onder water blijft dat je oud raakt. Dan ben je nog niet dood, dan ben je oud. En hier staat? Mijn naam is Sjauke. Sjauke. En ik ben dive supervisor op onderwater film shoots. Dus jij bent heel goed in freediven? Ja, zeker. Jij kan ja. ook heel lang je adem inhouden? Absoluut. Tom Cruise die heeft 6 minuten zijn adem ingehouden. Kan dat? Ja. Ja, dat kan. Dat is mogelijk? Ja. Niet in die actiescènes. Daar gebruik je zoveel energie, dat red je nooit. Maar je ziet ook in die film dat daar iedere keer in geknipt is. Oh, ja. Ik dacht dat het zo'n long take was, weet je wel? Dat je 6 minuten volgt. Oké, wat is voor jou een acceptabelere score voor ons, zeg maar? Als je onder water met die opdrachten een seconde of 30, 40 haalt, dat zou heel gaaf zijn. Ik zou zeggen, laten we beginnen, want er is nog ontzettend veel ruimte voor verbetering. De eerste training. Right, mannen, kom zitten. Benen in het water. Ja. Okay. Voor freediven, om zo lang mogelijk je adem in te houden, moet je zorgen dat je hartslag zo laag mogelijk is. Niels, wat denk je dat je hartslag is op dit moment? Als ik zo naar jou kijk. Nee, 140. Ja. Deze op je vinger zet. Ja. Dan krijg je, als het goed is, krijg je een hartslag te zien. 90. Dat is wel hoog, 90 hè? Is hartslag, ja. Wat is normaal? In rust is het tussen 60 en de 100. 60 en 100, ja. Maar ik heb net gelachen, hè? Dat kost eigenlijk energie. Ik heb geen hartslag. Oh, shit. Waar is... Ik heb een mond-op-mond nodig. Maar goed om mee te beginnen is om een hele langzame ademhaling te doen, zo diep mogelijk. Het limiet is waardoor je eigenlijk je spieren niet hoeft gebruiken om langzaam uit te ademen, maar dat je mond dat automatisch al verzorgt. En dan zou je natuurlijk nu hier zittend je adem kunnen gaan inhouden. Dat werkt op zich. Maar je hebt ook nog iets en dat heet een mammalian dive reflex. En dat betekent dat als je lichaam in het water is, en zeker als je gezicht in het water is, en als het ook nog een beetje koud water is, dan gaat je lichaam automatisch die hartslag naar beneden brengen. Dus je kunt langer als je in het water ligt, dan als je hier op de kant zit. Echt waar? Ja. Ik verwacht dat als jullie hier op en neer gezwommen hebben, dat je hartslag op zeker 120 zit. Als je die scène doet zonder je voor te bereiden en een beetje aan de oppervlakte lekker aan het zwemmen bent, nou, dan ga je nooit een goede tijd neerzetten. Stoere duik? Stoere duik. Oké. 3, 2, 1. Ah, koud! Lek af. Ga vast rustig liggen. 3, 2, 1. Go. 20 seconden. 30 seconden. Ik denk dat hij nog wel, ik kan hem nog wel verbeteren. Ja. En weer in het water. 30 seconden. Netje weer. 50. Nice, Joost. Ja. 59 op rekening was minuut. Netjes hoor. Heel eerlijk gezegd denk ik niet, nog steeds niet, die 6 minuten gaat lukken, ook niet in de buurt. Maar ik heb wel 1,5 minuut. Anderhalf? Vind ik wel echt de prestatie. Ja, ik denk zeker als je het nog probeert dat we nog een stuk verder kunnen hoor. Zeker. Ja. Veertig. 20. 70. 90. 100. 70. 1 minuut 40. Ja, nice. Jezus. Want hoeveel zit je? 70. Lekker. Nice. Maar jij zat toch? Ik heb 1 minuut 40. Dus ik heb die 1:30 gepasseerd. Maar ja, nu moet ik het zo meteen nog een keer doen. En dan alle opdrachten in het water uitvoeren. Maar goed, ik ben blij, man. Ik ben blij met deze progressie die we gemaakt hebben. Het is echt bizar. Wat een goede voorbereiding het doet. Hoe snel je stappen maakt. Ja. Als freediver wil je een beetje zweven in het water. Je hebt een wetsuit aan, dat drijft. Dus we doen wat lood om te zorgen dat je wat minder moeite hoeft te doen om beneden te blijven. Okay. Dit zijn loodgordels. Deze kant ga je rechterhand, die sla je om je middel heen.
En dan doe je hem hier dicht. Wie van de twee moet als eerst? Gaan we daarom loten? Steempje je schaargast. Wel eerlijk houden. Ik heb wel een beetje te veel gegeten, moet ik heel eerlijk zeggen. Fancy? Ja, ik heb gelukkig niet zoveel gelinkt. Nee, maar je had nog wel veel van de afgelopen maanden. Ik had nog wel reserves. Kijk eens, wat is dit? Jullie hebben leuke foto's gekozen. Oké. Okay. Mooi, hè? Dit is Niels. Oh, wow. En Joost? Ja. Die krijg je mee. Ja. Die hou je bij je. We hebben hier een touwladder onder water gespannen. We gaan de touwladder binnenhalen. En dan kom je onderweg kom je cijfers tegen. Ja. Die cijfers moet je onthouden. Dus je opent het cijferslotje, je haalt de sleutel eruit. Die sleutel die neem je mee. En daarmee open je het kistje wat op de bodem staat. Je haalt de kaart uit die erin zit. En je stopt je eigen kaart. Stop je daarin. Oké. Okay. Binnen 6 minuten. Ja, binnen 6 minuten. Ja. Oké, zullen we loten wie er eerst gaat? Steen, papier, schaar. Jij echt eerst. Ja. Oeh, het is wel koud hoor. Wacht te wagen, dus het gaat helemaal verkeerd aan het slotje te draaien. Heel kalm water ingaan. Heel andere tactiek. Ja, ik ben enorm trots op jou. Jij hebt van ons allemaal hier de meeste progressie gemaakt. Ja, maar dat had ik niet gekund zonder jullie jongens. Heel eerlijk, we wouden 6 minuten busten. Tenminste, dat was het onderzoek. Daar komen we niet eens mee in de buurt. Nee. Dat lukt jou ook niet, dat is zo ver weg. Maar goed, het parcoursje wat in de film overeenkomt, dat is ons wel gelukt. En we hebben onze eigen doelstellingen verbroken. Ja. Hey, Sjouka, hartstikke bedankt voor de training. Dankjewel. Ja, denk jij nou, jeetje wat leuk, ik heb ook zo'n zin in iets leuks. Maak dan kans op de ultieme film experience. Koop een zak M&M's en ga naar www.kijksamenmetm.nl en maak kans. Yes, en nu gaan we zwemmen. Ja, nu gaan we heel leuk ijssel doen. Werd mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M.